De ergernis van de slechte kwaliteit duurt voort als de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is. Maar geldt dat ook voor deze Leapmotor T03? Een spotgoedkoop elektrisch autootje dat nu naar Nederland komt. Ja, die Chinese budgetauto's komen nu toch echt deze kant op. Een tijdje geleden stelden we je al voor aan de Dongfeng Box. Ietsje groter, maar ook een goedkope elektrische auto. Best wel rijk uitgerust. En aan mij vandaag de eer om je voor te stellen aan deze Leapmotor T03. Leapmotor, dat is dus het merk. Ze gaan het niet alleen doen. Nee, ze hebben de handen ineengeslagen met Stellantis. Stellantis zal hebben gedacht, if you can't beat them, join them. En dus gaan ze samen deze T03 op de markt brengen. Het is een A-segment auto die eigenlijk op elk vlak het beste te vergelijken is met de Dacia Spring. De goedkoopste elektrische auto van ons land. Met 3,62 meter in lengte is hij een tikkie kleiner. Wel is hij wat zwaarder. Die Spring weegt nog geen ton. Deze weegt 1175 kilo. Dat komt doordat hij een iets grotere batterij heeft. Die Spring heeft een 26,8 kWh batterij en deze een 37,3 kWh batterij. Daarmee komt hij ook wat verder. Hè? Die Spring die komt maximaal 220 km volgens die WLTP meetmethode. Deze maximaal 265. En dan zegt het wel bij, ja, maar het is een stadsautootje en in de stad kom je tot 385 km ver. Maar goed, we houden even gewoon de WLTP range aan en dat is 265 kilometer. In de praktijk zal dat dan weer wat minder zijn. Plusjes voor deze Leapmotor T03 dus. En er komt er nog één bij, want hij laadt ook sneller. Het stelt niet heel veel voor. Hier zit de laadpoort. Eigenlijk een doodnormale laadpoort aan de voorkant. Misschien niet de handigste plek. Hij laadt aan de AC-paal met slechts 6,6 kilowatt. En hij kan snelladen met maximaal 45 kilowatt. Dus ook dat is weer net iets beter dan die Spring. En daar houdt het niet bij op, want hij is ook wat sterker. Hij heeft de elektromotor voorin liggen op de vooras. Het is dus ook een voorwielaandrijver. En hij heeft 95 pk en 158 Nm koppel. En dat is meer dan zelfs de sterkste uitvoering van die Dacia Spring. Die heb je met 45 pk of 65 pk. Nou, 45 is echt te weinig. Dat kun je echt alleen in de stad gebruiken. 65 gaat net. En deze heeft dus 95. Eigenlijk behoorlijk wat meer. En ik heb er net al een klein stukje mee gereden. En het voelt vlot genoeg. Snel is het echt totaal niet hoor, dat moet je zeker niet denken. 0 naar 100 duurt 12,7 seconden, vrij traag. En de topsnelheid bedraagt 130 km per uur. Nou, dat is ook niks om over naar huis te schrijven, maar je kunt er in ieder geval mee de snelweg op. Ja, qua design is het allemaal niet zo heel spannend natuurlijk. Deze wieltjes die zijn wel standaard, 15 inch lichtmetaal. Ik zie wel dat er, even kijken, wat is het, Westlake banden omheen zitten. Goedkoop Chinees merk. Ik zou er zelf liever niet op rijden, dus die zou ik zeker verwisselen voor wat anders. Maar goed, budget auto, budget banden. Komen we bij de achterkant van de Leapmotor. T03 trouwens. Dat is geen elektrische kofferklep natuurlijk. Wel een hele lichte kofferbak. En dan zien we daar de bagageruimte. Daar zit mijn tas nu in, die zal ik er even uithalen. En mijn jas ook. En dan zien we daar 210 liter kofferbakruimte. Bagageruimte is minder, een stuk minder dan die Dacia Spring. Dus daar wint die Dacia zeker punten. En het is ja, de bank, de zitting, die klap je in zijn geheel naar voren. Nu doet hij het niet omdat de voorstoelen nog wat naar achteren staan. Dus die zou ik eerst even een stukje naar voren moeten schuiven. Klap je die plat, dan heb je geen gelijke laadvloer. Ook wel een best wel diepe vloer hier. En dan heb je 508 liter aan bagageruimte. Het houdt niet over, maar op zich is het ook niet heel gek. Goed, en dan moeten we natuurlijk ook even de achterbank van de T03 testen. Het is een vierzitter, dus ik heb hier twee plaatsen. En als ik dan hier ga zitten, dan valt direct op dat het wel behoorlijk krap is. Daar moet ik bij zeggen, de bestuurdersstoel staat op mijn lengte ingesteld. Ik ben 1,93, dus met een beetje geluk heb je een iets kortere bestuurder, een iets kleinere. En dan heb je hier wat meer ruimte. Of de bestuurder moet gewoon een beetje inschikken. Mijn benen zo in het midden, het kan, hè. Die stoel is best zacht. Alleen dan prik je denk ik wel bij de bestuurder in de rug. Dus ik heb ze liever denk ik eromheen. Mijn voeten kunnen onder de stoel vormen. En verder, ja, het is zeker geen ideale zitpositie, maar ik kan het er best eventjes volhouden. Recent zat ik dus in die Dongfeng Box, ook een Chinese elektrische auto. Hij is wel ietsje groter, dus het is niet helemaal een eerlijke vergelijking. Maar daarin zat ik achterin echt opmerkelijk veel ruimer.
Dus dat is misschien iets om in overweging te nemen, want heel veel duurder is die nou ook weer niet. Goed, belangrijker nog dan hoe ik op de achterbank zit, is natuurlijk hoe ik hier voorin zit. En de zitpositie is eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik heb een in hoogte verstelbaar stuur. Fijn dat het erop zit. Verder de stoelen die zijn gewoon handmatig te verstellen natuurlijk. Het materiaalgebruik is erg goedkoop. Veel krassere plastics. Maar goed, mag je een budgetauto eigenlijk niet op aankijken. Laatst zat ik wel in die Dongfeng-box. Ietsje duurder, maar die verbaast me eigenlijk met zijn vrij rijke uitrusting. Toch heb je hier ook het een en ander. Ik heb een scherm voor mijn neus. Krijg je een Volvo EX30 niet eens. Daar zie ik de belangrijkste rijinformatie. Ik heb hier nog een scherm op de middenconsole, 10 inch. Werkt op zich best snel. En ja, het stelt niet heel veel voor, maar ik heb er wel navigatie. En ik kan vrij gemakkelijk de rijassistentiesystemen uitzetten. Dus dat is een plusje. Verder heb ik elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels. Hij heeft ook cruise control. Ik heb parkeersensoren achter. Ik heb een achteruitrijcamera. Dus nou, je krijgt op zich ook nog best wel wat. Ook een elektrische handrem. Maar ja, mag voor mij ook gewoon een ouderwetse zijn. Nog een optie trouwens. Standaard op alle T03's. Een panoramadak die je ook elektrisch kunt sluiten. Dus nou, dat is toch best wel luxe voor een budgetauto. Goed, dat is dus het interieur van deze Dongfeng box. Nu rest mij alleen nog de vraag, hoe rijdt die? Zo, dan zitten we aan boord van deze Leap Motors T03. En wat ik je eerst even wil laten horen, zijn niet die piepjes, maar het geluid dat je hoort van de elektromotor als je ongeveer onder de 30 km per uur rijdt, daarboven, wat ik nu ga doen, hoor je dat niet meer. Maar je hoort misschien wel al die andere piepjes, want het zijn er echt heel erg veel. Tal van die ADAS-systemen en ze werken heel hinderlijk. Je hoort het piepen, nou dan wil ik dat uitzenden. Dat kan gelukkig, nou, driving assist. Je hebt heel veel van die opties. Speed limit, die zetten we allereerst maar eens even uit. Nou, dat is nu gestopt. Terwijl ik rij echt 3 km per uur harder dan toegestaan. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar dan hoor je er nog één, die hier. En toen we net wegreden, dacht ik echt van, hé, wat is dit joh? Alle gordels zaten erin, dus alles, dat kon er niet zijn. Maar het is dus die driver monitoring assist. Hier zit dat cameraatje en hij is echt extreem hinderlijk. Want als ik ook maar heel kort, nou, je ziet het, ik kijk eigenlijk gewoon voor me. Maar als ik ook maar heel kort op dit schermpje kijk, dat ze er zelf in hebben gezet, dan begint hij te piepen. Nu kun je die wel uitzetten. Maar het is gewoon hinderlijk. Een drempeltje. Het zou makkelijker moeten kunnen. Ik moet daarvoor in het systeem. Soms moet je ook geparkeerd staan. Dus dan ben je onderweg. Dan gaan we weer. Moet je hem eerst stilzetten om dat gepiep te voorkomen. Ja, dat is gewoon niet hoe het zou moeten zijn. Dat is denk ik ook niet, lijkt me, de intentie van zo'n systeem. Want dit maakt het echt niet veiliger. Dit maakt het alleen maar onveiliger. Want ik word gefrustreerd. En ik ga in dit systeem tijdens het rijden zitten neuzen. Dus verschrikkelijk. Gelukkig, ik heb al ontdekt. Moet je niet doen hoor. Ik heb dit niet verteld. Maar je kunt hem gewoon afplakken of je hand ervoor houden. En dan gaat hij niet piepen. En dan stopt het gewoon. Dan zegt hij alleen dat het systeem niet meer werkt. En wat mij betreft is dat helemaal prima. Dan het rijden zelf. Ja, vrij lichte besturing. Maar op zich, voor een auto van deze prijs helemaal niet zo heel gek. Het rijdt prima, maar het is wel best wel luid onder die 30 km per uur. En wat me opvalt, hij is best wel comfortabel eigenlijk. Die stoelen zijn het niet, die zijn een beetje hard, die zijn een beetje plat. Hey, je zit er niet super comfortabel in die stoelen. Maar het onderstel is best wel vergevingsgezind. Hè? Het is, vaak merk je dat elektrische auto's wat stugger zijn om voor dat grote gewicht van die batterij te compenseren. Maar dat valt me bij deze auto eigenlijk wel mee. Hij is best wel comfortabel. Daardoor deint hij ook wel een beetje in de bochten. Maar allemaal niet hinderlijk. Ik vind hem best wel prettig rijden verder. En ook het rempedaal biedt vertrouwen. Het is allemaal best wel prima. Zeker voor een auto in dit segment. Hij had altijd makkelijk gewonnen van die Dacia Spring. Want die was in het verleden echt wel heel goedkoop en zo. Maar na die recente facelift, die lifecycle update, is ook die wel iets hoogwaardiger gaan voelen. Evengoed denk ik dat als je in de markt bent voor een Dacia Spring, je echt ook eventjes met deze Leap Motors T03 moet gaan rijden.